Yes, goedemorgen iedereen. Welkom bij Fairtrader. Mijn naam is Stijn. Laten we er meteen aan beginnen. Maar eerst nog een kleine vraag. Zoals goede gewoonte, like deze video, deel deze video. Dat is het enige dat ik vraag in return. We gaan onze weekupdate doen zoals goede gewoonte. Dus Bitcoin, USDT, Perpetual Contract op de Bybit Exchange. Hoe staan we ervoor momenteel? Ik denk dat het overduidelijk is, hetgeen dat we vorige week ook laatst hadden meegegeven. Het momentum zwakt verder af, als hetgeen dat we zien. En ook de volatiliteitsmeting zakt of zwakt verder af. Met andere woorden, verdere ranging, zoals wij ook eigenlijk hadden aangegeven. Zolang of dat we tussen die momentummeterband zitten, onderkant momentummeterband 19.590-ish voor deze week dan toch. En dan de bovenkant 23.606. Zolang of dat we niet erboven of eronder klausen, blijven wij verder in ranging en is het wachten geblazen vooraleer we nieuwe trends kunnen verwachten op de weekgrafiek. We zien ook dat het volume zeer goed matcht. In die zin, vorige drie weken terug zagen we een afname in volume en zie ook kleinere kennis, met andere woorden ook hier bevestiging van de ranging. Het duidt eigenlijk allemaal op hetzelfde. Ranging, tot als wij of closen onder 19.500, dan gaan we een bearish trend gaan verder ontwikkelen. Met targets heel simpel hoor, de lows van de vorige weekly candles. Ik mik zelfs op deze bullish engulfing, deze bullish orderblok 17.000 tot en met 16.500. En weten we wel vast te houden, die regionen 19.600, onderkant momentum meterband. En over tijd naar boven te closen, ja, dan kijken we terug naar de highs van, of de lokale highs, 24.200-ish, tot en met de WIX 25.000. En kunnen we daar boven trenden, ja, dan kijken we naar deze nootjes hier, regionen 29.000 tot en met 31.000. Veel simpelder kan ik het niet meegeven. We buy support, sell resistance. Hoe moeten we dit gaan traden? Wel, uw eerste entry zou dus zijn op en rond 19.600 en dan die weekly bullish engulfing 16.900 tot en met die 16.500. Dit zijn nu buy momenten of buy opportunities. Nogmaals, hier onderkant momentum, meterband. Ik ga even met de tool afvinken. Hier wil ik kijken om te kopen en dan eigenlijk deze notjes. Niks tussenin interesseert ons momenteel. Zodra dat we hier boven closen, bovenkant momenten beter wat, kijken we dus naar deze toppen opnieuw en dat deze noot nogmaals 29 tot en met 32. Zeer simpele, straightforward PA of TA, het maakt op zich niet uit, maar dat is het in essentie. En tot die tijd blijft het gewoon niets anders dan rustig afwachten. Gaan we ook zien, op de trading ranges zie je dat wij verder naar beneden aan het zakken zijn. De regionen, deze steun, zeg maar 19.900 tot en met 18.900, komt overeen dus met de onderkant van de momentummeterband. Dat zie je ook hier. Dus very likely, als wij deze week daar toekomen, en de kans is groot door mensen, dat we hier de bounce krijgen. Hoe ver en hoe hoog, dat zien we dan wel. Targets, als wij de steun hebben genomen en gehouden, uiteraard, dan kijken wij nogmaals 31.000 en dan de main target 42.000. Tot die tijd blijven wij heel rustig hoeveren. Orderblocks, wat geven die aan? Ook hier zagen we dat we tegen weerstand aan het aanschuren waren met een entry hier op deze bullish engulfing. Regio 16, maar 17.000 afgerond tot en met zelfs 15.500. Very likely allemaal buy support, sell resistance, orderblocks enkel hier en hier. Hier de shorts en hier de longs. En veel simpelder kunnen we het niet maken. Hè. En moeten we het eigenlijk ook niet gaan maken. VPVR geeft ons aan, point of control, regio 19.000. Met een volume nootje, die zit hier. Als wij hier, en we zijn net aangeland, weten vast te houden, dat gaan we duidelijker zien op de daganalyse. Daar gaan we straks onze video voor maken. Dan ga je zien dat wij hier potentieel kunnen vasthouden, wat dat ook die momentummeterband aanduidt. Weten we vast te houden, dan zitten we met een grote weerstand. En dat is die bovenkant van de momentummeterband ook. Kijk, je ziet hoe mooi alles in confluence komt met elkaar. Dan spreken we van de grootste weerstand vooraleer we verder kunnen trenden.
23.000. En onze steun houdt ons voorlopig vast op rond 21.000. Tot die tijd rustig afwachten en wachten op een duidelijke kentering in de ranging fase die we momenteel doornemen of doorlopen. Wat hebben wij nog allemaal staan? Workflow, we gaan daar even naar kijken. Op de weekgrafiek zien we pas steunen verschijnen. Regionen 19.000 tot en met 17.800. Dus ook hier duidelijk afwachten. En weerstanden mochten we heel snel doorpushen deze week. Dan zie je dat we direct weerstanden vinden op 27.000 of 28.000 tot en met die 30.31. Alles wijst dus op die in diezelfde richting. Openstaande liquiditeiten, nog eentje. Zie wel, alles blijft hetzelfde duiden. Hoe je traan of keert, 16.961 als eerste steun en weerstand 29.250. Liquiditeiten mogen weg. Patronen op weekgrafiek zaten met deze falling wedge. Dan zie je hier, die breakout is gebeurd en die eerste target werd gehaald. Dat was hier deze gemeten, of dit gemeten doelwit, zie je dat we het wel net niet hebben gehaald. Voor mij is het meer dan voldoende, dus dit patroon is ook uitgespeeld, wat in principe dus verwijderd kan worden. De vraag is, kunnen wij ondertussen een nieuw patroon al gaan intekenen of waarnemen? Wel, met hetgeen dat we nu hebben van data kan ik enkel en alleen deze trendline tekenen, start van uptrend verbinden met start van uptrend. En dan zie je dat we pas steun kunnen verwachten via trendline technieken. 17.800. Je ziet de retracement kan best wel nog stevig en diep zijn hoor, als we die ranging fase verliezen. En ik zie hier voorlopig eigenlijk niet echt nog een deftig patroon. Enkel hier kan ik dit nog bijtekenen. Wat ben ik aan het tekenen? Wel, start van downtrend verbinden met de start van downtrend. Deze twee jongens hier dus verbinden. Dan zie je dat we opnieuw een nieuwe wedge-formatie aan het tekenen zijn. Die eigenlijk, ja, die zit op zich best wel ver in een verder gevorderd stadium. We kunnen verwachten dat we breakout krijgen. En bij elk patroon is dit zo, als we die volledig meten, zien we ongeveer 300 dagen hebben. Op een 60-65% wil zeggen dat we ongeveer op een 200 dagen een breakout kunnen krijgen. Dat zou betekenen, laten we zeggen, begin maart, dat we een nieuwe trending kunnen verwachten. Dit is de timing dan ook meteen. Tot die tijd denk ik dat we niet al te veel moeten verwachten van Bitcoin. Tot en met, zeggen we, gaan februari hier ergens rond hoeveren en zuveren. En dan begin maart, misschien overwege maart, krijgen we nieuwe trending voorgeschoteld. Goed, als wij dit patroontje zouden gaan uitstippen, gaan uitmeten, dan hebben we ook hier een gemeten doelwit. En die zal ons brengen naar de onderzijde, mochten we een downward breakdown krijgen, regionen 9.200 technisch gezien, zeker een haalbaar target. En naar boven toe kijken wij regionen 32.000, wat dat eigenlijk iets anders is dan de bovenkant van deze noten. Het blijft dus voor mij opnieuw afwachten en ik verwacht saaie dagen en saaie weken voor Bitcoin altcoins. Het zal hoogstwaarschijnlijk iets of wat meer te beleven zijn de komende periode. Goed, we hebben alles overlopen op weekgrafiek. Dit was de weekanalyse. Ik denk dat het heel duidelijk was en zeer straightforward. Ik mag het althans hopen. Met de algemene conclusie voor nu, dat is dat wij Bitcoin kunnen verwachten tot het einde van deze maand, begin maart, op een rustige ranging fase. Verder structuren neerzetten, daar lijken wij naartoe te gaan. En duidelijkheid van de trending is nu nog niet volledig in zicht. Die komt er absoluut aan, maar het zal dus tijd vragen. Dit is de algemene conclusie, dit is de algemene analyse voor deze week. Een rustige week wordt verwacht met duidelijke entries en duidelijke weerstanden momenteel. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende week. Bye bye.